Ja jongens, derde speeldag van het 1K main event hier in Valkenburg. Nog 12 spelers in de race. We zijn dicht bij die finale tafel, maar dan moeten er nog 3 af. Zo, we zitten er klaar voor jongens. De finale tafel van het 1100 euro main event Valkenburg. WBT Diepsec. 9 spelers nog in de race voor die hoofdprijs van bijna 60.000 euro. Alvering openen naar 41.000. Wolgemoed kalt de cut-off. Ja, dit zijn 2 van die medium stacks die eigenlijk in de regel niet veel grote potten willen spelen, zou je denken. Maar toch loopt deze pot al snel op, want Wolkenmoed race naar 157.000. Opvallende race in positie. All in van Bernhard. En een call. 3 zevens voor de Duitser. Setje geraakt. Top pair voor... vrouw op de turn. En dan is het voorbij. Bernhard Elfring bust gewoon in een van de eerste handen. Schudt iedereen sportief de hand. Ik zie een all-in button. Het is Chen. Hij pusht er een 1 met 131k. En dat is een blindje of 4. Liebaert wil toch ook niet zomaar meer dan een ton afstaan. Maakt wel de call. Aas 2, de hand van Chen. En Liebaert inderdaad live met 10-4 suited. Liebaert op zoek naar schoppen. Chen, ja. Oeh, 2 pair wel voor Chen, maar flush voor Liebaert. Een aas of een 2 heeft hij nodig, Chen, om te overleven. Het is een 6. En Chen wil Liebaert de hand schudden, maar Liebaert is even met mensen achter hem bezig. Alsnog een handje. Ja, netjes hoor, Chen. Sportief. Joris Ruijs all in. Wolken moet open onder de gun. Nou, Joris zegt oké, okay, als jij 4 ogen aan het openen bent, prima, dan pomp ik het erin. En call van, vrouwen. Wolgemoed kalt met vrouwen. Ruijs het risk met Aas Koning. Joris moet hitten. Het is een klassieke coin flip. Joris Ruijs op zoek naar een Aas of een Koning. De rail leunt voorover. Vispumpje van de Duitser. Boerhoge flop. Koning. Harten maakt niet uit. Een 4. Double up voor Joris Ruijs. Koning tegen pocketvrouw van Wolgemoed en standaard koeletje. Wolgemoed al in vanaf de hijjack. Tobias ook al in. Alleen in een is Wolgemoed het risk tegen Tobias Peters. Aas vrouw tegen pocket 4. 7-7-5. Ziet er goed uit voor de Duitser. Tobias kan nu ook winnen met een 5. Aas op de turn. Een 10. En auf Wiedersehen voor Wolgemoed. Hij eindigt op plaats 7. All in van de Venne. Vanaf de small blind nadat Constas de button opent. 426k en Constas is geïnteresseerd. Hij maakt de call. Pocket 9 is tegen de koningvrouw Soedert van Constas. Een vrij pure flip. Van de Venne krijgt het er met een solide hand in. Maar het is 50-50. Vrouw op de flop, dat is niet best voor Van de Venne. Een 5, dat is niet best. Hij heeft een 9 nodig. Het is een 4'tje. Ai, ai, ai. En dan nemen we afscheid voor van Rens van de Venne. Liebaert open naar 65k. Actie bij Van Dalen. 225k gebed van door Van Dalen. Carl van Ruijs. Serieuze pot. Een 9. Koning vrouw maakt nu een straat. Jack van Ruijs. En 350k van Dalen met 400 behind. Hij maakt de call. Wauw. 1,4 miljoen in het midden. Een 3. Per de board. Check, check. Wauw. Hij heeft azen. Die hand is finest voor Ruijs. Die met 13 blinden achter blijft. Alleen is hij gekald. Hij is gekald door Constas. Ruijs is at risk. Joris pocket vrouwen tegen de 10 van Constas. Oeh, een 10.
een 10 set de 10 in voor de Griek, maar wel een open en een streep draf voor Ruijs. 6. Ah, lelijke beat voor Ruijs. Verliest hij in 80-20. Op dit moment aan de finale tafel met 5 spelers left. Wat onwijs onfortuinlijk. Race van Van Dalen maakt 110k. En het is Constas die de call maakt in positie. En er komt een spannende flop. Koning, vrouw 9 met 2 klaver. Het bed van Constas. Benieuwd hoe Van Dalen gaat reageren op deze bed. De chips die hij vast heeft zijn genoeg om te racen. Ja hoor, daar komt hij. Check race van Van Dalen. Toch de call van Constas. Die, zoals ik al zei, ook wel een flatting range heeft. Die goed connect met dit board. We gaan naar de turn. Dat is een offsuit 3. Die gaat niet heel veel veranderen, lijkt me. En ik zie Constas hier best wat two pairs hebben. Hij gaat al in, ja. Hij gaat al in. Dat gevoel had ik al wel een beetje, dat hij zou pushen. En vandaar de kalt. We gaan zien. Koningvrouw gok ik. Wat is het? Ja, inderdaad. Koningvrouw voor Constas. En ja, Van Dalen overspeelt daar zijn azen. Hij heeft de outs. Het is een 8. Het is een 8 en het is Constas met de grootste stack. Met een glimlach neemt meneer Van Dalen afscheid. Al in van Liebaert. Hij called al in. Oh. Nadat Constas open jammed vanaf de small blind. Constas open jammed boert 10 off. En Liebaert is at risk. Hij called al in voor 1,1 miljoen. Zo'n 18 big blinds. Liebaert met de beste hand dit keer. A8 suited. Constas op zoek naar een boer of 10. Een 10 in de window. Het is wel een klaver. Koning 10-9. Goede flop van Constas. Liebaert in de problemen. Hij is op zoek naar een aas of een runner-runner. Oeh, slechte turn nog voor hem. Alleen een aas kan Bart Liebaert redden. Liebaert op zoek naar een aas. En anders nemen we afscheid van de sympathieke Belg. Een 7. Dit keer geen geluk op de river. En we gaan afscheid nemen van Bart Liebaert. Wauw. Grote chip lead heads-up voor Constas. 2 tegen 1 ruim. Ja, zeker. 2,5, ja. We spelen niet meteen verder. We gaan even de boel klaarmaken voor de heads-up. De trofee komt op tafel, de bloemen, het geld. En we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Oei, oei, oei. Hoe moeilijk is deze hand voor Tobias Peters? Mijn hand als... daar komt hij. Hij colt. Oh, wat een dikke pot. 2,9 miljoen. Heeft wat? En dan vind ik het jammer dat we even in de war waren. Ja. Maar nogmaals, de actie. Preflop Peters opent. Constas called. Constas check race flop. En check race turn. Wat een hand, joh. 2,9 miljoen in het midden. Degene die deze wint is sowieso in de beste positie. Een 5. Nu maakt de 5 ook nog een full house. Hij gaat al in. Hij gaat al in. Enorm probleem voor Tobias. Oh, wat een emotie bij Tobias. Ja, ja, en het verhaal wat Constas zegt, vertelt is, ik heb een boer. Ja, en de vraag is, gelooft Tobias dat verhaal? Hij moet folden. Hij folt. Hij open folt. Vieren? Pocket vieren. Een geflopte full house, geflopte set en een geturnde full house. En hij moet hem afgooien. Hij moet hem afgooien, Constas. Peters. Gezicht, hoe kun je hem draaien op de river? Tobias Peters al in. Oh. En Constas, die kalt al eens met vrouw 3. Dus, maar hier kan ik wel het ijs in kijken. Ik vind het schitterend. Ja, ja, echt een hele leuke finale tafel. Met name deze heads-up. Ja, call. Heeft hij koning 8 suited? Dat zou echt grappig zijn. Koning 6 suited. Iets te licht. Nee, maar ik zei al, koning 8 suited kalt hij sowieso. Oh, en, kijk, Tobias vrouw 7. Oh. Ja, Tobias op zoek naar vrouw 7 en anders is het voorbij. Zwaar. En hij wordt Constas onze winnaar. 2. Nee, wel op ruiten. Kom op met het vrouwtje. Positief blijven. Vrouw 7 voor Tobias, kom op. Op ruiten. Boer, nee. Splitpot kansen, 2. Een boer en dan speelt de koning. Ja, de koning speelt en jammer. Constas wordt de winnaar van de WBT Valkenburg 2017. En we moeten het hem nageven. Hij heeft onwijs goed. Absoluut, zeker. En verdiende winnaar.